Goedemorgen allemaal. Ik ga heel even mijn camera iets anders zetten. Draaien. Oh, geen wonder. Mijn mat ligt gewoon scheef. Ja, dan wordt de camera ook scheef. Goedemorgen allemaal. Even kijken. Oh, de eerste zijn er al. Gezellig. Hoi Regina. Hij moet even iets strakker. Ik was heel even aan mijn camera een beetje aan het wiebelen. Dus het duurt bij jullie even voordat je ziet hoe ik hem nu heb staan, maar... ik hoor heel graag of het voor jullie zo oké is. Goedemorgen, hoi hoi. Hij gaat de hele tijd een beetje zakken. Ik ben verder niet snel tevreden of zo. Daar zijn we weer, beeld en geluid. Goed, dankjewel Anne. Nou, we laten het erbij. Goedemorgen. Ik wacht rustig eventjes tot iedereen mij heeft kunnen vinden. Gezellig dat jullie er weer zijn op deze woensdagochtend. Hoi Linda, fijn dat jij er ook bent. Schuif lekker aan. Leuk als je even laat weten als je er bent. En dan ga ik vertellen wat we gaan doen, want ik had al gezegd verrassing. Dat komt omdat ik nog niet zeker wist of ik er vandaag was. Ik ben ook niet helemaal fit, dus ik ga kijken hoe lang ik het volhoud. Maar ik vond het veel te gezellig om wel nog even aan te sluiten. En dan zien we het wel, toch? Ja, ik zie het, maar dat komt omdat mijn camerahouder heel een beetje wiebelt. Dus dat omhoog gaan, dat is lastig. Want hij pakt wel gewoon echt een rand van mijn bureau. Dus de camera kan niet echt anders neergezet worden, denk ik. Zo. Ik kan hem wel in het algemeen wat hoger doen. Nou, als je aan de wandel gaat, dan geef maar een geel. Volgens mij is het zo wel prima te zien. Dan hebben we iets groter beeld. Nou, we gaan gewoon even kijken. Wat wil ik vandaag gaan doen? Ik had zin om te kliederen. En deze ontzettend mooie vlinderstans, die komt uit een Essential collectie. Met daarbij nog twee kleinere vlinders. Eentje heb ik hier ook voor mij liggen. Dat is deze. En die zijn gewoon echt superleuk gedetailleerd. Die zijn echt heel mooi als je ze stanst. Ik heb hem hier al één keer gestanst. En zelfs uit 300 gram aquarelpapier. Omdat ik ermee wil gaan, die wil ik op kleur gaan brengen. Dus ik wil met water gaan werken. Ik heb hem wel een paar keer door de machine heen gehaald. Maar zoals je ziet, hij is echt, hier zit nog één klein stukje, heel mooi uitgesneden. Daarnaast dacht ik, hey, we hebben ook binnen JMA, kijk, hij gaat al aan de wandel. Nou, wat is dit jongens? Ik heb hem zo vaststaan. Niet anders dan normaal. Een kamerhouder, die heeft er gewoon niet zoveel zin meer in, denk ik. Die hier nog wat in kan doen. Nou, ik ga jullie dadelijk echt helemaal kantelen. Als ik hem dan loslaat, lijkt hij heel vast te zitten. Nou, we gaan het zien. Ik weet niet of iemand van jullie het al zei. Oh, de camera, ja, inderdaad. Ja, nou, ik weet ook niet wat het is. Het lijkt wel alsof de houder er dan... een beetje lam wordt of zo. Ik gebruik hem natuurlijk wel heel vaak. En de telefoons die worden natuurlijk ook groter en zwaarder. Dus wellicht dat het gewicht dan net iets te zwaar is. Maar volgens mij is hij goed. Anders geef ik gewoon een geel. Ik hou het mee in de gaten. Maar voordat ik het op het beeld zie, duurt het altijd iets langer. Daarnaast dacht ik, we hebben binnen JMA ook van die leuke embossing folders. En die hebben we eigenlijk al best wel een tijdje niet gebruikt. Oh, ik probeer hem open te maken. Eentje is met bloemen. En die andere is deze.
Die is ook echt prachtig. En ik heb die met bloemen heb ik uitgekozen. Die heb ik vast even door mijn machine gehaald. Ook uit aquarelpapier. En dan heb ik gewoon een A6 kaartje ervan gesneden. Dus ik wilde namelijk bewust dat die ook wel goed zichtbaar was. Dat die rand ook gewoon echt die bloemen had. Als je namelijk de embossing folder ziet, dan weet ik niet of dat op camera heel goed zichtbaar is. Maar die randen die zijn eigenlijk net een beetje vrij van die bloemen. En ik wilde graag een kleiner formaat en dat die bloemen zoveel mogelijk tot de rand doorlopen. Dus vandaar dat ik dat op deze manier heb gedaan. Die gaan we dadelijk ook kleuren. En dan is mijn idee om die vlinder erop te verwerken. Om het kaartje te gaan matten. En om hem vervolgens op een groter stuk karton te plaatsen. En daar heb ik eigenlijk het een en ander al in gedaan. Ik ga proberen om dat een beetje in de camera te laten zien. Deze moet nog verder drogen, maar ik heb er wat randjes van. Ik heb er eerst gewoon een stuk chipboard gepakt en heb ik gesso opgesmeerd. En toen heb ik met een spatel gewoon echt randjes van crackle pasta erop gesmeerd. Nou, die crackle wordt veel mooier naarmate je hem lang laat drogen. Dus daar gaan we vandaag niet aan toekomen. Maar ik wilde wel vast zien of laten zien wat mijn idee daarin is. Je kunt sommige pasta's ook wel laat drogen met de heat tool. Maar het is wel echt het mooiste als je dat gewoon aan de lucht laat drogen. Dan heb je het beste resultaat. Nou, volgens mij heeft die camera er nog steeds niet zoveel zin in. Ik snap er niks van, want ik kan hem echt niet strakker aandraaien. Oké, deze ga ik dus nog heel eventjes aan de kant doen. En met deze gaan we lekker beginnen. Toen dacht ik, het is misschien wel leuk om jullie een keertje een beetje de kleuren te laten kiezen. Ik heb het volgende. Ik heb bruintinten. En dan heb ik van alles wel verschillende kleurtinten in die kleur, zeg maar. Dus verschillende bruintinten, verschillende groentinten. Of we gaan voor verschillende blauwe tinten. Nou, de blauwe tinten heb ik onder andere deze klaargelegd. Voor de bruine tinten had ik onder andere die klaargelegd. De nieuwe komt eraan. Die heb ik helaas nog niet. Dus die kan ik niet gebruiken. En voor de groentinten heb ik ook het een en ander klaargelegd. En ik dacht misschien is het wel leuk als jullie daar een keuze in kunnen maken. Dus brand los. Blauw, blauw, bruin, groen, groen, groen. Oh, ik zie al heel veel groen. Nou, dan gaat het gewoon groen worden. Nou, helemaal goed. Dan leggen we die even aan de kant en dan gaan we de groene kleurtjes pakken. En uiteraard is het een beetje wisselend. De een vindt dat mooi, de ander vindt dat. Maar gelukkig ben ik er iedere week. Dus dan gaan we een andere keer gewoon andere kleurtjes weer pakken. Dan ga ik als eerste de poeders van Lindy's gebruiken. Nou, dit zijn de Magical Shakers. En die hebben dus zo'n heel leuk dosierdopje erop zitten. Nou, ik vind het echt ideaal. Volgens mij heb ik vorige week ook al gezegd, er komt altijd veel pigment uit. Dus je hoeft echt niet te veel te gebruiken. En voor de liefhebbers, even kijken. Oh, die hou ik eventjes in beeld. Dat is deze kleur. Ik had afgesproken met Janine, omdat ik nog niet zeker wist of ik live ging, dat ik het lijstje na de live stuur. Omdat ik dan gewoon kan pakken nu wat ik wil gebruiken. En anders dan moet ik straks weer zeggen, goh, ik wil dit er nog bij en dat er nog bij. Dus die volgt. Dan weten jullie dat. Dus ik ga alle spulletjes die ik heb gebruikt even aan de kant leggen dadelijk. En die ga ik linken. Goedemorgen, Tiet. Nou, ik heb in mijn niveauflesje gewoon water zitten. Dus ik ga nou sprayen. Oh, ik heb per ongeluk de bruine. Heb ik nou de blauwe gepakt? Oh-oh. Nou, dan moet ik nog maar even een nieuwe pakken. Er zit gewoon ook blauw bij in. Dat is het. Nee, ik had wel echt de groene. Ja. Het is een beetje de tiel. En er zit wel groen doorheen. Maar hij is ook mooi, toch? Kunnen jullie vast tegen. Ja, Linda, dat is helemaal goed.
Foei, zegt Anja. Ja, maar kijk, jullie hebben gezien, hè? Ik heb echt groene gepakt. En dat zie je hier ook. Ik zal wat meer van de groene erop doen. Die andere is een beetje groen tiel kleurtje. Zo. Doen we wat meer van de groen ertussen. En eigenlijk vind ik dat juist ook wel leuk aan die shakers. Dat je gewoon verrast wordt wat de kleursamenstelling is. Nou, dan pak ik heel eventjes mijn doos waar ik normaal ook in spray. Zo. En dan ga ik hem een beetje heen en weer zetten. Want anders kan ik dadelijk mijn mixed media mat meteen schoonmaken. Het zijn wel hele mooie kleuren bij elkaar, moet ik eerlijk zeggen. Maar we voegen dadelijk nog wat extra groen toe, hoor. Zo. Dat is laagje 1. Nou, ga ik hem eerst even een beetje drogen. Dus het wordt wel een live dat we af en toe wat lawaai moeten maken. Ja, dat vind ik ook, Linda. Ik vind dat ook juist het leuke. Dat je gewoon nooit dezelfde achtergrond krijgt. En al helemaal niet, omdat je... Het is maar net hoeveel pigment je erop doet. Met welke kleur je het combineert. En het leuke aan die linies is dat er gewoon altijd veel meer kleur in zit. Hè? Het is niet alleen één kleur. Je krijgt echt zo'n beetje explosie van kleurtjes. Hou ervan. Voor je nou ook maar bruin bij. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat dat in de reactie staat. Want dat is voor mij natuurlijk helemaal de kleur. Maar inderdaad, dan hebben we wel alle kleuren gebruikt. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Misschien kunnen we de vlinder wel in bruin of goud tinten doen. Even kijken. Dan pakken we eventjes die spray. En die is echt groen. Dat is de Frosty Forest Green. En die zit in een setje van de sprays. Dus dat is een set met onder andere ook die blauwe. Die is echt zo mooi. Dat is echt een hele mooie diepe blauw. Nou, ik ga hier weer even... Spraydoos onder de camera zitten is niet heel ideaal, maar dit zijn zo. En dan zet ik even mijn kaartje neer. Ik ga heel even spieken hoe jullie dat op camera zien. Ja, dat lukt denk ik wel. En dan ga ik even een beetje water sprayen. Zodat hij de kleuren activeert en hem naar beneden laat komen. En dat, ik weet niet of je dat op camera kan zien, maar je ziet gewoon dat hij helemaal naar beneden loopt en eigenlijk die andere kleuren meeneemt. Vind ik altijd een heel leuk effect. Dan draai ik hem nog even. Nou, hieronder is hij best wel veel wit nog, dus daar ga ik nog even wat sprayen. Het hoeft niet helemaal dekkend te zijn, maar ik vind het wel leuk als er gewoon wat inkt of water langs is gekomen. Zo. Nou, dan gaan we weer even drogen. Ik doe heel even dit dopje erop voordat ik dadelijk alles omstoot. Geen gebakken ei. Die heb ik even gemist, denk ik. En in die... spray zit ook echt wel een beetje van dat metallic glinstering. Dus het is niet echt heel... Ja, hoe zeg ik dat? Het is niet zo'n overdreven glitter.
Maar heel subtiel. Ik vind het altijd een hele mooie glans geven. Zo. Dat is dat. Even kijken. Nou vind ik dat dit nog wel een beetje een ander... Hoe zeg je dat? Een beetje een subtielere kleur kan krijgen. Dat het een beetje een geheel wordt. En dat je die bloemen ook wat beter ziet. Dus ik ga eventjes die crayonkrijtjes erbij pakken. Die kan ik natuurlijk heel gericht aanbrengen. Ben even aan het denken. Wat voor kleurtjes kunnen we erbij doen? Want we hebben natuurlijk groentinten. Maar deze vind ik te fel. Blauw hadden we er ook al bij gebruikt. Dit is een metallic. Die is eigenlijk van de kerstlijn. Maar die vind ik het juist al een beetje te worden. Ja, die is ook te. Deze kunnen we er ook nog wel mooi bij. Even kijken. Ik heb... Oh ja, Linda, dat is ook gaaf. Dat heb ik trouwens ook gedaan op mijn... Ja, die heb jij al gezien in de creatie. Ik weet niet of je weet welke ik bedoel. Daar heb ik ook op de achtergrond Lindy's gebruikt. Even denken. Wat ga ik doen? Denk ik eerst wat blauw aanbrengen. Want ik zou in eerste instantie alleen groen gebruiken. Toen hadden we toch blauw. Dus dan moet het wel een beetje terugkomen op sommige plekjes. Nou, ik ga gewoon met mijn crayon over een stukje van mijn papier. Dan zet ik daar de pigment neer. Dan pak ik een beetje water. En dat spreek ik gewoon op mijn krafmat. Nou moet ik wel zeggen, hier heb ik natuurlijk van die mooie vierkantjes. Dus eigenlijk vind ik het handig om het dan daarin te doen. En dan ga ik gewoon met mijn vinger daar overheen om het uit te wrijven. Als je niet van vieze vingers houdt, kun je ook een doekje gebruiken. Je kunt die krijtjes ook wel droog uitwrijven. Maar op deze manier kun je het pigment gewoon net iets beter verdelen. En... ik heb bijvoorbeeld ook de Neocolor krijtjes. Ik weet niet of je die kent. Die zijn wat droger. Ik vind de crayons iets vetter. Ja, is maar net persoonlijk wat je fijn vindt. Oeh, ik vind het wel mooi erbij. Dus ik ga dat hier nog wat meer pigment aanbrengen. En doordat ik natuurlijk die embossingfolder heb gebruikt, zijn de bloemetjes, die liggen er eigenlijk een beetje op. Dus die... Als je met jouw krijtje er zo overheen gaat, dan komen die natuurlijk helemaal omhoog. Ik zal hem heel eventjes wat dichter bij de camera houden. Kijk, dat vind ik altijd een erg leuk effect hebben. En dat is ook een beetje wat ik bedoelde met ik wil dat je die bloemen nog wat beter gaat zien. Zo. Dat is dat. Doen we nog een beetje zilver erbij. Dat is de Frosted. Ja, hoe ga ik dit uitspreken? Geen idee. Ik hou hem gewoon in beeld. Maar die hoort ook bij het kerstsetje. Het is een setje van 3. Eigenlijk een beetje grijs zilver. Even spieken of ik iets van reacties heb gemist. Oh, jullie hebben het over een geldboompje. Ja, yeah. Die zouden we allemaal wel willen, denk ik. Nou, ik ben binnenkort jarig en ik krijg elke keer vragen van vrienden en mijn zusje gisteren onder andere. Die zei, je hebt wel een verlanglijstje van jou gemaakt, maar niet van jezelf. Ik zeg nee, heel eerlijk gezegd, kom ik niet verder dan cadeaubonnen. Creatieve wensen heb ik altijd, hè. Maar als ik iets anders zou moeten kiezen dan creatieve wensen, dan ja. Ik denk dat
mensen met deze hobby dat allemaal wel snappen. Ik doe er een klein beetje van die speckled egg aan toevoegen. En dat doe ik eigenlijk bewust omdat het een beetje breekt. Dat geeft dan een beetje, ja, alsof daar het lichtinval anders komt. Je ziet niet echt als blauw terug. Je ziet het gewoon meer terug als dat je daar ook wat aandacht op krijgt. Zo. Kijk nog een klein beetje aan die kant. Nou, je kunt dit natuurlijk helemaal zo lang doorgaan als dat je zelf wil. En zijn die kleuren nou niet helemaal zoals je in gedachten had, dan ga je daar een beetje met gesso overheen. En begin je weer opnieuw. Hey, mijn lijm of mijn watervestje die dan even niet sprayen. Ja. Er zit niet genoeg water in dat hij hem pakt als ik hem schuin hou. Zo, nou maak ik heel eventjes het blad schoon. Nou is het wel zo dat die onderkant van je papier natuurlijk een beetje kan verkleuren als je zo bezig bent. Maar in dit geval is dat niet erg, want we gaan hem nog matten. Zo. Hoeft niet helemaal schoon. Alleen een beetje. Kijkt voor jullie ook wat fijner. Zo. Goed. Randjes, die ga ik natuurlijk wel eventjes met bruin doen. Dus dan hebben de mensen met bruin ook nog even geluk. En daar kies ik nu de Ground Espresso voor, want de achtergrond zijn natuurlijk al best wel donkere tinten. Dus als ik bijvoorbeeld die vintage foto ga doen, dan steekt dat wat minder af. En juist door een donkerdere rand te geven, zou bijvoorbeeld ook zwart kunnen zijn, valt die kleur in de binnenkant natuurlijk veel meer op. Zo. Dat is één. Ligt het aan mij of zijn er gewoon weinig reacties? Of krijg ik geen reacties door? Oh, nu wel. Nu krijg ik wel reacties. Ik denk dat jullie gewoon ijverig aan het kijken zijn. Nou, die vlinder komt hier natuurlijk op. Ja, de vraag is welke kleur gaan we dat doen? Ik denk dat ik inderdaad een beetje met goudbruin ga werken. Want dat had ik een paar beloofd. En ik denk dat dat er ook wel heel goed bij past. Pak ik heel even een extra spreetje. Die grijze past daar wel goed bij. Kijk, dan beginnen we eventjes met de Lost Shadow. En dat is dan een spray steen. Die is lichtgrijs. En vervolgens denk ik dat ik daar een beetje bruin of goud bij gebruik. Ja, ik snap dat wel, Corrie. Ik kan me wel voorstellen dat het misschien nog wat, ja, in het begin spannend is. Met voordeel eigenlijk aan Mixed Media is dat als je gaat kliederen, er ontstaat vanzelf al wat. En ik denk dat het meeste helpt om van tevoren niet te veel in je hoofd te hebben. Wat wil ik? Maar gewoon lekker te beginnen en te zien als ik vind dit leuk om te doen. En ik zie wel wat er ontstaat. En dat klinkt heel makkelijk. Maar dan krijg je vaak wel het mooiste resultaat. Nou, dan pak ik ook nog eventjes de spraysteen Burlap. Ik ga even proberen of ik dit weer in beeld krijg. Zo. En als je het wel moeilijk vindt van ja, maar als ik geen plan heb, weet ik helemaal niet hoe ik moet beginnen. Pak dan gewoon eens een creatie van iemand die je mooi vindt. En ga die gewoon eens proberen, ja, een beetje na te maken. En dan hoeft het
natuurlijk niet exact, maar dat je gewoon een beetje ermee gaat spelen. Dat je de opbouw, ja, daar inspiratie vandaan haalt. Vaak als je het dan één keer gedaan hebt, dan krijg je vanzelf wel een beetje gevoel in wat voor jou werkt en wat jij wel en niet leuk vindt. Zo, ik ga dit even drogen. Er zit heel veel in, toch? Dus ik denk dat ik zo even met een doekje de meeste overtollige er even afhaal. Goedemorgen. Ik hou er wel van om echt in laagjes te werken, want je kunt de kleur natuurlijk altijd weer donkerder maken. Zo, dan pakken we even wat walnutsteen en die doe ik gewoon even op mijn craftsheet. Dat slangetje is een beetje te kort, er zit nog gewoon water in. Even mijn blad een beetje omhoog, daar komt die dan wel spreekt. Ja. Ik doop mijn vlinder daar gewoon een beetje in. En dan pakken we ook nog even wat ground espresso. Zo, ik zonder dat ik die vlinder altijd niet heb gebruikt. Die is zo mooi. Daarom dacht ik, hey, die pakken we er weer eens bij. Ja, dat is wel waar wat Linda zegt. Van, soms moet je ook gewoon echt doorgaan. Terwijl je denkt, oh, er wordt helemaal niks. Ik heb dat ook heel vaak bij achtergronden. Dat ik denk, oh, ik had helemaal iets anders in mijn hoofd. Dat je de neiging hebt om het weg te gooien. Maar eigenlijk, vaak als je doorgaat, wordt het veel mooier dan je van tevoren had verwacht. En soms helpt het ook om het even aan de kant te leggen, met iets anders aan de slag te gaan. En een dag later er weer naar te kijken. Nou, ik ga heel even die vlinder, die mag voor mij nog wat donkerder, maar ik ga hem heel even op mijn achtergrond plaatsen om te kijken, goh, hoe vind ik die kleur? Ik vind de kleur op zich bij elkaar wel heel mooi. Maar die vlinder mag voor mij nog wat donkerder. Even denken. Wat zullen we eens doen? Ik heb al wel een ideetje. We gaan eventjes met embossingpoedertjes aan de slag. Moet ik alleen heel even kijken waar ik mijn embossingdabber heb gelaten. Want die heb ik altijd binnen handbereik. Want die gebruik ik letterlijk bijna altijd. Maar nu kijk ik er denk ik overheen. Oh, ik heb hem. Als ik er niet voorheen. Oh, de lijf vergeten. Hoe kan dat? Nou, nee, grapje. Oh, heel leuk, Anneke. Superleuk. Nou, ik ga weer eventjes met die embossingdabber eroverheen. En dan ga ik hier en daar wat embossingpoeder gebruiken. Maar dan wel de glaze. Met andere woorden, die is transparant. Geeft wel een kleurtje, maar de kleur daaronder blijft natuurlijk gewoon nog zichtbaar. Ik heb de dabber erop gedaan. Dan pakken we heel eventjes mijn koffiefilter erbij. En de hickory smoke heb ik als eerst. Nou, die strooi ik gewoon over mijn vlindertje heen.
had ik net mijn pincet gepakt. Oh, aan de andere kant klaargelegd. Zo. En het overtollige doe ik uiteraard gewoon weer terug. En doe ik wel meteen eventjes dat dopje dicht, want anders dan ken ik mijzelf. Oh, je verzamelt zoveel naast je, dat ik denk, waar had ik nou mijn doekjes ook alweer? Een heel klein beetje poeder ernaast, dus die heb ik heel even weggehaald. Want als ik met die hiertoe ga feunen, dan... gaat dat natuurlijk weg. Nou, ik had natuurlijk maar op een paar delen de embossingpoeder gedaan. Dus dat is op de dabber gedaan. Dus dat is waar die nou gaat hechten. En nou is het zo dat je met die embossing... En zeker met die glaze kun je heel veel laagjes over elkaar heen doen. En dat maakt het zo leuk, want het wordt nooit hetzelfde. Ik ga even in de camera laten zien, want ik weet niet of jullie het anders zien. Een aantal delen zijn nu wat donkerder en die glanzen uiteraard ook. Die dabber, dat is eigenlijk een soort Versamark, waar je ook een soort van lijm eigenlijk. Waar je ook de embossingpoeder heb je ook. In een stempelpad. De Versamark. Alleen dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Alleen bij een dabber heb je gewoon een sponsje. Waardoor je het heel gericht op een paar plekjes kunt aanbrengen. Dus het is een beetje een lijm inkt. Noem ik het maar even. En je kunt embossingpoeder ook gebruiken. Met bijvoorbeeld een natte inkt. Als je snel werkt. Dan hecht hij daar ook aan. Maar dit is er specifiek voor bedoeld. Nou, een paar stukjes. Die doe ik weer eventjes. Weer wat op. Even kijken of die het doet. Soms kun je het niet helemaal goed zien. Ik denk dat hij van mij een beetje op aan het raken is. Zo. En dan pak ik nu een beetje geel. En dat lijkt nu heel fel, maar dat valt oprecht mee. Zo. Ik zal het zo ook even wat dichter in de camera laten zien. Maar doordat je de bruine ondergrond nog gewoon behoudt en de kleur transparant geel is. Dus de bruine kleur die we eerst hadden, die blijft op de achtergrond nog zien. Daardoor wordt hij veel minder fel en krijg je dus echt een heel leuk effect. Zo zie je heel goed dat die dabber het dus gewoon nog deed. Even kijken of jullie het kunnen zien. Het is nu een beetje bruingeel geworden. Ik vind het een coole combinatie. Nou, dan wil ik alleen hier in het midden nog even wat. En dat doe ik dan met de Vintage Photo Glaze. Zo. Ah, dank jullie wel. Ik
vind het altijd zo heerlijk om te doen. Alleen ik vraag me altijd af. Ja, dan zitten jullie de hele tijd te kijken naar hoe ik met verschillende laagjes en bos en poeder werk. Is dat wel leuk om te zien? Maar als wij jullie vragen wat willen jullie graag doen, dan is het eigenlijk ook wel vaak mixed media dat je dat wel weer graag wil zien. Dus ik dacht, 1 en 1 is 2. Jullie vinden het volgens mij leuk om naar te kijken en voor mij is dit echt ontspanning. En ik vind het ook leuk dat je hem gewoon echt, ja, helemaal op kleur hebt gebracht, hè. Je bent gewoon eigenlijk voor zo'n standje, ben je er een hele tijd mee bezig geweest, door steeds laagje over laagje heen te doen. Kijk. Oh, hij is nog een beetje warm. Zo, nieuwe poging. Ik zal even kijken als ik hem beweeg, dan zie je een beetje... Ja, nu zie je het wel, denk ik. Ah, dat vind ik heel leuk om te lezen, Gerry. Ja, gaaf, hè? Ik vind hem ook helemaal gaaf. Kijk, en als we die nou dadelijk hier op gaan doen, dan is het wel echt een eye-catcher. Zo, dat was wat ik wilde doen. En nou had ik in mijn hoofd... Maar ik ga heel even die mixed media mat aan de kant... Kunnen jullie het iets beter zien? Kijk. Deze, die ga ik straks ook een beetje op kleur brengen. De ondergrond. Maar dat wordt na de live. Omdat ik wil dat die krekel er heel goed in zit. En dat ga ik heel subtiel houden. Misschien dat ik hem nog wel ietsjes kleiner maak. En wat nieuwe krekels erop doen. Maar je begint wel te zien dat die krekels ontstaan. Ik hou hem even wat dichter. Kijk, nu kun je het wel echt goed zien. Dus die wil ik een beetje een hele lichte tint gaan geven. Dat die op de achtergrond komt. Maar nu zat ik te denken, dan gaan we deze nog wel wat matten. En daar had ik ook wat papiertjes voor klaargelegd. Namelijk deze kleur. En dan moet ik even kijken of die er nu nog mooi bij past. Omdat we natuurlijk... Ja, denkt wel. En daaronder wilde ik een strookje... ribbelkarton doen. En ik denk dat dat wel een hele leuke combinatie gaat zijn. Dus ik ga heel eventjes een stukje ribbelkarton snijden. En dan ga ik hem daarna een stukje scheuren. Dat doe ik heel even met mijn andere snijmachine. Want met zo'n snijmachine... Met zo'n guillotine, zeg maar, kun je gewoon iets makkelijker het ribbelkarton snijden. Zo. Dat is een mooie combi, hè? En is grappig, want ik had natuurlijk voorheen nog niet in de gaten dat ik deze... kleur achtergrond zou krijgen. Alleen ik dacht, dit is wel een mooi kleurtje wat een beetje tussen blauw en groen in ligt. Even kijken of ik dadelijk nog genoeg ruimte over heb. Een beetje priegelen, want ik wil daar niet te veel van af. Kijk, aan deze kant gaat dat natuurlijk veel sneller. En hier doen we een heel klein laagje. En ik hoef hem op zich niet aan alle kanten helemaal te zien, maar wel een beetje. Oh, jullie hebben het over Portugal. Is daar nu mooi weer, Adriana? Ik denk het wel, of niet? Oh, heerlijk lijkt me dat. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel blij ben dat die enorme kou voorbij is. Het was wel een mooi gezicht, vond ik. Zo.
kijken. Ik ga heel even kijken als we een wat groter stukje ribbelkarton doen of dat dan mooier is. Ik denk het bijna wel. En die stukjes rubbelkarton, die kan ik natuurlijk sowieso altijd gebruiken. Zo. En de andere kant. Ja, dan mag die nog iets korter. En juist door die ribbelkarton toe te voegen, heb je wat meer ja, zo'n grunge effect eigenlijk. Kijk. En dan komt die op dat tiel. Het is wel een gave combi zo, hè? Nou ga ik wel dat ribbelkarton natuurlijk nog eventjes beinkten. Dan pakken we die Ground Espresso weer. En als ik kan vinden mijn blending tool. Hier is die. Hebben jullie nog plannen voor vandaag? En ik had vorige week tijdens de live al gezegd dat we het heel leuk vinden als jullie creaties plaatsen. Dus dat wil ik er nog een keertje in gooien vandaag. Ik zou het heel leuk vinden als jullie iets hebben gemaakt, plaats het lekker in de groep. Daar doet iedereen weer inspiratie van op. Andersom is die leuker. Wat je dan kan blijven draaien eigenlijk, hè? Zo. Nou, en deze komt dan hier weer op. En dit kun je natuurlijk helemaal uitmeten. Ik doe dat nu op het oog, omdat ik dat dan mooier vind. Want het hoeft niet helemaal passend te zijn. Zeker omdat ik dat chipboard gescheurd heb, vind ik het juist wel leuk als het een beetje speels eruit ziet. Kijk, we hangen nog lekker op de bank. Oh, heerlijk. Ja, is ook leuk, Linda, om het vast te nieten, ja. Kat in de nek ook nog. Ja, dan kun je natuurlijk ook niet, hè. Dan heb je een excuus om op die bank te blijven hangen, Stephanie. Kan niet weg. Die ga ik nog wel ietsjes korter doen. Nou zit ik te denken. En dat doe ik gewoon even lekker hardop. Het lijkt mij wel leuk als ik op het bovenste kaartje strakjes een stiksteekje doe. Of nee, ja, en dan gewoon een rechte steek. Dus geen zigzag. Maar gewoon rondom. En een beetje scheef, dat het niet helemaal recht is. Dus dan kan ik hem nu nog niet op het ribbelkarton plakken. Dat kan ik dan wel daarna doen. En dan komt dit dus hier op. Dus we kunnen al wel even een gummetje pakken. En eventjes mijn tool voor de achtergrond. Kijken of ik het er zo af kan schuren. Oh ja, nu heb ik helemaal geen gum meer nodig. Dit is namelijk het papier van Tim Holtz wat je kan schuren.
Alleen in dit geval ga ik hem alleen op sommige stukjes van het randje schuren. Zodat hij daar een beetje die kraftlook heeft. Maar verder de kleur nog gewoon behoudt. Het is wel een lekker geluidje voor jullie, denk ik. Dit zou toch echt een keer het ratend geluid van Q Music moeten zijn. Iets hobby gerelateerd. Kunnen jullie niet? Bijvoorbeeld randjes beïnkten of zo. Of snijmachine gebruiken. Dan maken we nog een keertje kans. Nou, ga ik nog heel even met die grande espresso hier en daar overheen. Nou, Joyce die zei pas tegen mij... Wat doe je dat altijd snel? Maar volgens mij valt het wel mee. Maar ik beïnkt gewoon echt alles. Dus dat hoort er een beetje bij. Kijk nou, ik vind de look echt leuk worden, al zeg ik het zelf. Zo. En toen dacht ik ook nog... Maar ja, of ik dat dan ook echt ga toepassen, dat is natuurlijk nog even de vraag. Om hier een... touwtje omheen te binden. Ja, inderdaad. Het lijkt, Anja, het lijkt bijna alsof je met je nagels over dat schoolbord heen gaat. Hè? Oh, vreselijk geluid is dat altijd. En nou had ik in één keer, zat ik te denken, ik weet niet of dat leuk is hoor, maar ik dacht, ja, hé, hey, soms moeten we samen dingen proberen, toch? Dus zat ik te denken om deze klemmetjes. Ja, dan weet ik nog niet of ik die dan op de buitenste of op die daar binnen doe. Ik doe ze nu heel even op de buitenste. Of nee, sorry, op die tielkleur. Nee, het wordt toch de buitenste. Op samen, zeg maar zo. Ik kan dit nog niet helemaal gaan doen natuurlijk. Moet ik even mijn touwtje pakken. Deze heel even eraf. Dan kan ik het laten zien. Ik kan hem nu natuurlijk nog niet definitief vastmaken als ik hem nog wil stikken. Maar even dat jullie het idee zien. Kijk, als we deze een beetje speels omheen doen. En dan die er aan doen. Nou ja, dan wil ik het touwtje daarin komt. Maar goed, dat kan ik nu natuurlijk nog niet helemaal goed vastzetten. Maar ik kan het wel even proberen. Oh, ik heb mijn vieze vinger van het... inkten. Het is maar goed dat jullie weten waardoor. Kijk, op deze manier. En toen dacht ik, als ik nou een splitpennetje, kijk, deze komen dan wel op dezelfde hoogte, hè, hierin doe. Maar dat pakje, moet ik heel even kijken of ik die hier nog heb staan. Want ik heb van die splitpennetjes, waar wat eigenlijk net een beetje lijkt alsof het zo'n schroefje is. Nou, die heb ik nu even niet, maar wel andere bronzen splitpennetjes. Kijk, als je dan deze, het zijn een beetje dezelfde kleur. Als je die daar dan weer in doet, precies op het uiteinde. Ja, dat kunnen we nu niet zo goed laten zien, omdat ik hem natuurlijk niet erin kan prikken. Maar dan heb je hier een bolletje en lijkt het net alsof je hem erop hebt geboord, zeg maar. Dat was eigenlijk een beetje mijn ideetje. Zo. Nou, dus dat wil ik nog toevoegen. En dan moeten we natuurlijk nog een tekst uitzoeken. Oh ja, die kost zeker wel 2 postzegels. Dat klopt. Maar
Ik heb nu ook niet, ben ook nu niet iets gaan maken met het idee dat het met één postzegel moest kunnen. Maar het is wel jammer hè, dat postversturen steeds duurder wordt. Dat vind ik ook. Het is echt zonde. Even kijken, we hebben natuurlijk allemaal van die leuke tekststempels. Vinden jullie een Nederlandse tekst leuker of een Engelse tekst hierbij leuker? Wat denken jullie? Is natuurlijk een beetje wisselend. Ik denk dat ik mijn Nederlands... Ja, vind je een leuk idee zo? Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een leuk idee. Ik denk ook dat ik naar een Nederlandse tekst ga. En dan hebben we onder andere bijvoorbeeld deze. Kijk, hartelijk gefeliciteerd. Dikke knuffel. Even kijken. Oh, er valt er een af. Alles kan wel, hè? Speciaal voor jou. Speciaal voor jou ben ik ook wel een Portugees. Sorry, daar kan ik niet. Is dat erg? Als jij voor mij een Portugese stempel regelt, dan doe ik een keertje een Portugees kaartje maken. Bestaan die eigenlijk? Ben ik wel benieuwd naar. Ik ga voor speciaal voor jou. Die zou dan daar kunnen. Een lange tekst is ook wel mooi. Nee, we gaan voor speciaal voor jou. Nou, dan pak ik eventjes mijn stempel inkt. En ik gebruik dan gewoon, als ik hem zwart wil, heel graag de verse van Claire. Nu pak ik een andere kleur, maar ik bedoel deze. De Nocturne. Die vind ik echt heel mooi diep zwart. Is wel een van mijn favorieten. En ik ga die heel eventjes gewoon op een ander papiertje stempelen en dan snijden. Dus kan ik hem natuurlijk niet zo mooi dekkend krijgen. Zo, ik moest er even voor hangen, want ik had nog een stukje aquarelpapier klaargelegd voor als ik ging stempelen. Maar tijdens een live, dan leg ik overal weer wat neer. Dus dan valt er wat bovenop. Dan kan ik er meteen nog eentje stempelen. Je weet toch bezig zijn. Oh, ik heb zelf wat gedaan, Mia. Was echt, dat is me nog nooit overkomen. Volgens mij heb ik dat al in een live gezegd. Ik had vorige week, of twee weken geleden, had ik voor Anita ATC-kaartjes gemaakt. En die had ik opgestuurd. Dus ik stuur naar haar van, oh, ze zijn onderweg. En ik had een postzegelcode via de app besteld. Ben ik hem helemaal vergeten erop te schrijven. Ik ging samen met mijn dochtertje die envelop postte. Dus daarmee bezig geweest. En zij hem door de brief, of haar hem door de brievenbus laten gooien. En in één keer zegt Anita, volgens mij ben je iets vergeten. Maar ik had aan de onderkant van de envelop een sticker washi tape geplakt. En dat waren allemaal van die, ja, het leek bijna postzegeltjes met stempels. Maar je zag hartstikke duidelijk dat het dus geen postzegel was. En het was ook natuurlijk niet in diezelfde hoek. Alleen blijkbaar heeft het apparaat het dus aangezien als postzegel. Dus het is gewoon de dag erna al bezorgd. Hey. Mijn beeld hangt heel even een beetje vast op de iPad. Ik ga heel even opnieuw kijken of ik er nog wel ben. Op mijn telefoon wel. Volgens mij wel, hè? Even kijken. Waar ben ik? Ja, ik ben er gewoon nog. Maar dan heb ik alleen jullie reacties niet gezien.
Maar ja, ik zou anders dan sturen maar naar mij door natuurlijk. Maar het was echt volledig per ongeluk. Even kijken. Ik denk dat ik deze er gewoon met een beetje wit eromheen wel de randjes beëet. Maar niet op nog een andere kleur gaan matten. Nee, Anita heeft geen boete gekregen, Linda. Maar ze zei al, hij stond bij haar in de app andersom. Dus dat die sticker precies in de postzegelhoek stond. Dus waarschijnlijk heeft dat apparaat hem daarom zo, ja, heel stom. Maar zo aangezien, ja, het is wat. Maar volgens mij had ik ook gewoon de afzender erop gezet. Dus anders dan zou die boete naar mezelf komen. Maar goed. Dat was natuurlijk per ongeluk. En ik ben in ieder geval blij dat de post bezorgd is. Want ik had liever de boete betaald dan dat mijn zelfgemaakte creatie weg was. Echt, Anneke? Oh, nou, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Oh, oh. Ik wist ook niet eens dat dat goedgekeurd zou worden. Ik denk, oh wat stom. En uiteindelijk heb ik hem natuurlijk gewoon betaald. Want die postzegelcode kon ik natuurlijk niet meer gebruiken. Nou, dit is hem eigenlijk voor nu. Hij komt natuurlijk nog hierop als hij nog wat meer gekrekkeld is. Die ga ik dus wel nog in een iets andere tint op kleur brengen. Maar ik ga hem denk ik niet te donker maken. Want nu dit witte steekt ook wel leuk af, vind ik. Doordat dit natuurlijk op chipboard is gedaan, is die onderkant wat steviger. Ik ga hier even een randje met de naaimachine stikken. En dan ga ik daar die splitpennetjes nog doorheen doen. En dan gaan jullie het eindresultaat in de groep zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie mijn geklieder gezellig vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie sowieso maandag, mocht je in de andere groep kijken. En woensdag weer hier. Dus heel graag tot dan. En morgenavond is Sabine live. Dus veel plezier en een hele fijne dag. Doei doei!